In Via Cultura, op zoek naar de wortel van het beeld. Een gesprek met de kunstenaars van de tentoonstelling Stad in Beeld, Beeld in Park. Met de beeldende kunstenaars Jelle Korevaar en Challing Visser en de organisator Geesken Bloemendaal. De muziek wordt verzorgd door Zonder Pardon van Maarten Wijk en Chris Smit en de presentatie is in handen van Ivo Vervat. Welkom bij Via Cultura. Het is donderdag 6 mei 2021. En ik ben heel erg blij dat we weer even live zitten hier en allemaal leuke gasten hebben. Het werd net al even aangekondigd, maar ik ga daar toch nog even iemand aan toevoegen. Die is denk ik weggevallen. En dat is Henk van Bennekum. Die zit hier ook. Nee, ik ben een spookgast. Ja, maar dat zijn de beste. En zeker voor de beeldenroute. En ik ben natuurlijk de presentator. En dat is niet Ivo Vervat, maar Van der Vat. Verbeter ik meteen even. En we hebben dit keer ook live muziek. En dat is van Maarten Wijk en Chris Smit, onder de naam Zonder Pardon. En we gaan het dus vanavond hebben over de wortel van het beeld. En dat is gekoppeld aan een thema en dat heeft te maken met het oudste stadspark van Dordrecht. Moet ik er wel bij vermelden, want... Ik heb natuurlijk wat onderzoek gedaan in het oudste stadspark. De meeste die ik tegenkom, schijnt toch in Schiedam te liggen. Weten jullie dat? Weten jullie dat niet? Oudste stadspark. Ik ben van Twente naar Dordrecht gekomen en ik vind Dordrecht goed. We houden het gewoon bij Dordrecht vanavond. Hè? Dat is duidelijk. Ik ken alleen maar de schilderij van Jan van Gooij uit die tijd. Dus verder kan ik niet denken. Verder gaan we gewoon niet. Even kijken. Het is 6 mei. Ja, meestal dan zoek ik gewoon even op wat er allemaal gebeurd is op 6 mei. Om gewoon even in te komen. En dan is het leukst als je een leuk bericht hebt natuurlijk. Maar Pim Fortuyn is op deze datum vermoord. Ja, dat is iets minder leuk. Maar wat wel leuk is dat er een kunstenaar jarig is. Dat is Rob Voerman. Kennen jullie die? Nou, toen was het ook weer stil hier. Nou, dat is leuk voor Rob. Ja, gefeliciteerd. Huh? Ja. Bedankt. Ik geef het door. En in het Verenigd Koninkrijk verschenen in 1840 de eerste postzegels ter wereld. Kijk, ik vind dat toch leuk om te weten. Nou, dit heeft geen bal met het onderwerp van vanavond te maken. Hoe ga ik beginnen met het onderwerp van vanavond? Dat doe ik als volgt. Het oudste stadspark van Dordrecht bestaat 135 jaar plus 1, moet ik dan eigenlijk zeggen. En hier naast mij zit Geesken Bloemendaal. En die is één van de organisatoren van de beeldenroute, eigenlijk, als ik het zo mag zeggen. Nu ben ik heel erg benieuwd hoe dat is ontstaan. Dat idee? Dat is geworden uit een blik naar buiten. En doordat de stad Dordrecht 800 jaar bestaat en besloten had, wij gaan middelen vrijmaken om allerlei burgers in de stad, organisaties en wijksamenwerkingsverbanden, activiteiten te bedenken waarmee ze 800 jaar of een periode in de 800 jaar centraal stellen. Want dit is eigenlijk ook gekoppeld aan Dordrecht 800 jaar. Ja. En dat wordt dit jaar eigenlijk voor een groot deel gevierd. Er zijn best allerlei activiteiten. En dit is een van de, nou, wat wij alle drie in ieder geval vinden, leukste activiteiten. Precies, dat zou ik ook zeggen. Oh ja, jij doet. Even, je zei kijk op. Dus je moet het toch even uitleggen voor de luisteraars en voor de kijkers. Want je woont hier in de buurt, toch? Ik woon heel dicht bij Park Merwestein. En als ik dan naar buiten kijk, dan zie ik ieder jaar andere jaargetijden. Ik zie altijd de herten verschillend, ik zie de mensen veranderend. Ik zie kleine honden, grote honden. En ik zie vanuit mijn werkkamer eigenlijk geen beelden. En toen dacht ik, dat is toch heel mooi dat er beelden in het park zouden komen. En er waren een aantal buren, die waren het daarmee eens. En toen hebben we samen een plan geschreven. Dat hebben we ingediend bij de stad.
En daar hebben we subsidie voor gekregen. En een ander deel wat we nodig hebben, hebben bij buren die niet meedenken, toch afgepingeld. Want die moesten daar ook iets aan betalen. Okay. Dus zo draagt de hele buurt rond het park draagt bij. Nou, dat is wel mooi. Ja. Want ik vroeg me af hoe dat werkt dan. Ja, is dat met zo'n buren-app of zo? Of komen jullie vaak bij elkaar? Of spreken die mensen in het park? Of hoe kwam dat tot stand, eigenlijk, dat idee? Er is een stichting Park Merwestein. Dat zijn donateurs van het park. Die hebben twee keer per jaar een schouw, een wandeling door het park, om te kijken welke tips ze aan hun gemeente meegeven voor onderhoud of nieuw plantbeheer, et cetera. Mm-hmm. En toen liepen we met een paar mensen bij elkaar. En toen zei een meneer tegen mij, zullen we iets met viooltjes doen en daar dan tegels van gaan leggen met 800 jaar door? Toen zei ik, nou, lijkt me wel leuk, maar zullen we nog even doorfantaseren? Nou, die meneer heb ik nooit meer gezien. Maar de anderen die nu in de werkgroep zitten, kom ik wel regelmatig tegen. Nou, zo. Had ik dat nou geweten? Had ik een mooi werk gemaakt met violen? Met violen, dat is goed. Ja, dat is er hoor, trouwens. Aan een bruggetje zitten allemaal violen. Oh ja. Ja. Ja, dat is waar. Ik wist niet dat violen waren. Een beetje het beste van beide werelden geworden dus. Maar dat is dus ook onze deler. Hè? Ik heb zelf ook een werk in het park. Nog bedankt voor de uitnodiging. Maar wat misschien toch ook wel leuk is om te vertellen. Het museum had een tentoonstelling, hedendaags kunst, beelden in openbare ruimte. En ik ben bezig geweest met beeld van Arie Kuip, hè? Albert Kuip, hè? Wat er staat. Ik ben bezig geweest met een ander beeld nu in de stad. En ik kwam die zaterdag in het Dordrechts Museum, kwam ik een aantal wat oudere kunstenaars tegen, die ik 30 jaar geleden ook al tegenkwam. En toen kwamen we zo aan de praat. En toen dacht ik, nou, dat lijkt me wel leuk. En zij vonden het ook wel aardig om mee te doen. En wij hadden als buren bedacht, we willen heel graag jonkies en wat ouderen. Dus dat was wel een norm, hè? Jonge kunstenaars die nu nog heel actief zijn. Wat niet wil zeggen dat de ouderen niet actief zijn, want Henk was de laatste die een beeld af had. Zo actief zijn ze nog. Maar jij doet net of je aan die kunst kan zien of ze jonger of ouder zijn. Ik denk dat je verschil kunt. Dat is wel leuk. Ja, ik ben het wel met Geeske eens eigenlijk, ja. Ja, die ga ik even onthouden voor later in de uitzending. Dat is een leuke, vind ik een leuke. Even kijken. Ik heb ook de kunstenaars uitgenodigd, een aantal. Want er zijn 11 kunstenaars die meedoen. Er waren 12 en een van de jongeren is afgevallen. Want die had een keramiekenwerk en die zei, ik vind dat in deze tijd toch een beetje gevaarlijk. Oh. Oké. Okay. Ja, dat zou een reden kunnen zijn. Ja, dat kunnen we ook nog behandelen. Hè? Dat kunst in een park. Ik vind het persoonlijk wel prettig dat ik weet dat het Merwesteinpark op slot gaat. Dat beschermt wel iets. Ik ga even naar de buurman. Henk van Bennekum, welkom. Al geruime tijd in het beeldende kunstvak. Ja, zo'n 40, 50 jaar geloof ik. Ja, ik weet dat omdat je net zei van... ik heb toevallig vandaag mijn tweede vaccin gehad. Dus ja. Oh, waar hang je het dan op? Dus ik ben heel erg blij dat je er bent. Het gaat alles gezond en wel? Ja, nee, het gaat helemaal prima. Gelukkig maar. We timmeren gewoon door. Althans, nou, dat is het idee. Dat, maar, ja. Ja, ik heb misschien rode oortjes, maar voor de rest niks. Is er in je oor geprikt? Nee. Oh. Nee, in het been, zei je net, toch? Ja, in mijn been. Eén in het arm, één in het been of zo? Nee, allebei in het been. Allebei want die been. Armen gebruik ik te veel voor andere dingen. En jij was bang voor uitval of zo? Ja, dat vind ik heel naar. Dus. Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja. Maar goed, zonder been, ja, dan kan je dan wel beeld houden. Ja, wat is beeld houden, hè? Dat is natuurlijk een heel traditioneel begrip. Want er is geen afdeling beeldhouden meer op een academie. Het is allemaal... Het is veranderd, ja. Ja, het is gewoon allemaal veelzijdig op allerlei gebieden. De klassieke beeldhouwer, de enige die dat is Jan Timmer in dit gezelschap. Maar is dat spijtig? Hakwerk. Dus. Is dat een spijtige zaak? Nee, helemaal niet. Oh, ja. Tijden veranderen, mogelijkheden veranderen. Dus dat moet je vooral benutten. En dat is ook wel grappig, want dat was ook iets wat we toen we een rondje liepen in het park ook tegen elkaar zeiden. Van dat je eigenlijk nu jonge...
beeldhouwers al überhaupt niet echt meer vindt. Ik ken eigenlijk niemand die nog in een steen loopt. Ja, ik ken wel mensen die in een steen lopen te hakken. Maar die zien er ongeveer allemaal zo een beetje als jou, Henk. Oh ja? Ja, een beetje die nee, ik heb nooit in stenen gehakt. Nee. Oké. Ik heb meer wat plakken dan knippen. Dus, maar ja, daar zeg je zo wat, ja. Want ja, soms is het al moeilijk om jonge kunstenaars erbij te betrekken. Maar jonge beeldhouwers is dus op de traditionele manier dan nog lastiger, yeah, kennelijk. Nee, dat is gewoon ruimtelijk werk of tegenwoordig installatieachtige dingen en hoe je het maar ook wil noemen. Installatieachtige dingen? Ja. Ik voel een bruggetje aankomen. Ja. Nou, maar het is wel een beeld. Hij gebruikt de hele omgeving en doet er alles erbij. Ja. Ja, ja, dat is ook waar, een beeld. Ja. En voor beelden is natuurlijk het idee. Kijk, het letterlijk beeldhouden is alleen maar het ambacht. Maar dat had je natuurlijk aan al die kathedralen. Waren echt beeldhouwers, kunstenaars op zich, maar het waren geen individuen. Maar sinds we natuurlijk allerlei andere beeldmiddelen hebben als fotografie en film, ja, dan is het verbeelden in steen niet meer zo slim. Nee, dat is een nieuwe kathedraal zou misschien vol met film en video zijn van al die mooie verhalen uit de Bijbel. Dus ja, dat zou kunnen. Ja. 3D gebeamd. Geprimd. Geprint. Ja. Ja. Nee, wil, ja, inderdaad. Ja, ik zit de hele tijd te denken, hij heeft niet voor niks een mooi breugelhemd aan. Hij laat het helemaal zien. Ja, zeker, ja. Ik zit de hele tijd te denken of het jammer is dat dit dan... we zitten hier in Dordrecht, dus ik heb ook wel eens iemand horen roepen... Ja, Dordt in stoom, ja, over een tijdje is dat er gewoon niet meer. Want ja, mensen nemen die techniek niet over, hè, de jonge generatie. Nee. Dus dat sterft uit. En dus ik te denken, van, is het niet jammer dat... Ja, maar er komen wel, ik denk dat technieken veranderen. Het is, er komt weer genoeg voor terug. Tuurlijk. Wat we eigenlijk net al zeggen, van met het beamen en het printen en dat soort dingen. Op een gegeven moment is het natuurlijk zo'n arsenaal aan technieken dat bepaalde dingen achterhaalt. Misschien wel zijn. Of op een andere manier. Uiteindelijk denk ik dat het als beeldhouwer gaat om iets in beeld te brengen. En zeker, er zijn nu wel media die... op een wat effectievere manier dat beeld te realiseren. Ja, dus misschien gaat er niks verloren, het verandert gewoon. Nee, ja. Dit is gewoon verbeelden, hoe dat je dat ook wil zien. Kan je in een toneelstuk zien, film, weet ik veel. Maar het letterlijk vastleggen, ja, daar hebben we zoveel middelen voor. En hoe lang het dan op het cd'tje blijft zitten, of sticky, dat is nog maar de vraag natuurlijk. Maar dus eigenlijk zijn stenen beelden zijn een beetje floppy van de. Ja, maar van de beeld zo eng vaak met opdrachten. Ja, ja, het is toch wel degelijk. Ja, ik zeg ja, het is een Romeins beeld. Gaat 2000 jaar mee. Ja, dat is ook weer een interessante. Ja, van maken we, dat is natuurlijk überhaupt iets waar we niet meer zo erg mee bezig zijn, met dingen die nog 2000 jaar mee moeten. Nee, als je zegt installaties, dan is dat vaak van tijdelijke aard, denk ik. Ja, alles wat we maken, denk ik. Alles. Dus misschien zijn we daarin ook wel dat je... hoe noem je dat? Een kind van je generatie? Of gewoon dat je... Dat we misschien daarin dat hele langdurige wel een beetje achter ons aan het laten zijn of zo. Ja, maar toch, we hadden net over 3D-printen. Heeft iemand er al eens gebruik van gemaakt? Hele huizen heb ik gezien nu. Maar ja, 3D geprint huis, ja, die foto heb ik ook gezien. Ja, heb ik gezien. Alleen, ja, dan noemen ze het een mossel of een schelp, maar die kan ik er niet in zien. Je kan er veel meer mee, volgens mij. Ja, nee, ja, ik maak er wel gebruik van. Het is verbonden. Ik weet maar, niet wat. Maar kijk, elk materiaal dicteert wat je ermee kan. Ja, maar zou het 2000 jaar meegaan, dat geprinte huis? Oh, ik denk het wel. Ja. Ja? Maar ja, dan kreeg je weer zo'n opgraving van 7000 jaar terug. Hebben ze een dijkje gevonden, het oudste dijkje van Nederland. Stelt dat weer niks voor? Nee, weet je, belangrijk zijn dingen. Kijk, na de boekdrukkunst is er nog heel veel meer uitgevonden. Het gaat allemaal sneller. Ik ben het niet helemaal met je eens wat allemaal eigen tijds is. Ik vind het voordeel van, als je kijkt naar kunst in openbare ruimte. Beeldenroute is kunst in openbare ruimte in Park Merwestein. Sommige werken konden daar niet aan voldoen, omdat ze niet buiten kunnen staan. Ja. Dan selecteer je al. Ja. Als je videokunst hebt, heb je een hele installatie en allerlei elektriciteit en weet ik wat nodig. Dus dan, of je moet het met zonnepanelen doen. Dus dan selecteer je ook al. Dus toen wij kozen voor kunst in openbare ruimte, want ik vind dat zelf mooi, door een stad te lopen, dingen te zien waarvan ik vormgeving, waarvan ik kan genieten. En ik denk dat dat toch niet per se tijdgebonden is. En dat je kunstenaars die daar nog mee bezig zijn,
misschien toch nog wel moeten stimuleren. Het feit dat wij geen zesde jonkie konden vinden die werk in de buitenruimtes konden maken, vonden wij heel jammer als werkgroep. Nou, dat is wel interessant ook hoor, want ik ken jij veel jonge mensen die echt in de buitenruimte werk maken. Ik vond het voor mezelf al een hele nieuwe ervaring om in de buitenruimte werk te maken. En ik vond het zelf ook heel verrijkend daarin. Ook dat je met plaatsen van het werk eigenlijk al gelijk in contact bent met mensen in de buitenruimte. Maar ook dat je uit je expositieruimte getrokken wordt, uit het eigen wereldje eigenlijk. En dat je gewoon daar zo op de plek van iedereen staat. En dat, ik weet niet, ik heb dat nog nooit zo bewust zo gedaan eigenlijk. Ook echt gewoon zo in een park en hoppakee, voor iedereen. Ja, daar werd ik laatst ook wel weer even op gewezen. Want ik was ook uitgenodigd voor de tentoonstelling van Pictura om iets te doen in de openbare ruimte. Ja. En toen zei Evertine, van de projectleider van Pictura, die zei ook van, ja, het was eigenlijk best wel lastig om iemand te vinden die iets doet in de openbare ruimte. Dus ja. Ik voelde me eerst vereerd dat ik was uitgenodigd. Maar volgens mij was die keuze niet zo moeilijk. Die keuze was matig. Nou, het was nog steeds een eer, maar je was inderdaad de enige. Ja, nou ja, zo voelde het wel een beetje, ja. Dus, nou ja, goed. Zonder pardon. Hè, zei ik dat nou? Oh, ik zocht een bruggetje. Nou ja, kijk, ze zitten hier naast me, hoor. Ze zitten klaar. Ik ben heel erg benieuwd naar het eerste liedje. Ja, nou, kom maar. Ik ben al jaren onderweg naar een land waarvan men zegt dat het echt bestaat. Jaren onderweg en de hand die me heeft geleid laat los en zwaait me uit steeds verder weg voorbij de horizon. Al jaren onderweg op de rand van wat ik kan en wie weet voor hoe lang. Al jaren onderweg en waar kom ik uit? Is het oost, is het west, is het noord of is het zuid? Waar kom ik aan? Voorbij de horizon. Is het land waar iedereen weet dat het opklaart na de regen en dat het dag wordt na de nacht? Is het land waar iedereen feest en iedereen lacht omdat niemand verliest, omdat niemand iets verwacht? Het is die mijn hand pakt en die me leidt door het oog van de storm. Ja, ik wil weten wie het is die mijn hand pakt en die me leidt door het oog van de storm. Ik ben al jaren onderweg naar een land waarvan men zegt dat het echt bestaat. Zonder pardon. Lekker, dank jullie wel. Je luistert nog steeds naar Via Cultura, live via Papendrecht FM. En wij hebben het over het Merwesteinpark. Dan ga ik wel even denken en dan wil ik een hele goede vraag stellen. Geeske, wat is nou de functie van een stadspark? Nou, toen was het stil. Ja, mijn eerste reactie zou zijn ontmoeten. Ja. Ontmoeten van mensen, ontmoeten van groen.
nu ontmoeten van beelden, van dieren. Het mooie nu is dat een heleboel mensen denken dat de beelden er altijd staan. Dus het vergroeit wat je tegenkomt. En ik denk als een stad geen longen heeft, je ook niet goed zorgt voor de lucht van mensen. Dus een stadspark is heel belangrijk. En zeker in deze coronatijd is het meer dan druk voor mensen die iets niet zo groot wonen. Nou, dat is mooi verwoord. Ik ben ook een voorstander van veel groen in de stad. Alleen werd ik vandaag geconfronteerd met dat ze mijn straat aan het afsluiten zijn. Ja, de Singel, waar we wonen. Grenzend aan het park. Ja, ik stond meteen weer 20 minuten in de file. Oké, nou ja, dat moet ik dan toch voor lief nemen. Hè, voor een stukje. Als maar een paar dagen, hè, dan is het klaar. Ja, maar voor een stukje extra groen. Ja, maar daarna kan ik er dus niet meer in vanaf een bepaalde kant. Met je fiets wel? Ja, met je fiets wel, ja. Te voet? Of te voet, ja. Nou, oké, ik doe mijn auto's wel weg. Het is klopt, je kunt niet meer zo de stad uit. Nee, met mijn fiets kan ik ook geen betonnen beeld neerzetten in een park. Nee. Dus af en toe heb je die weg toch nodig. Mm. Maar goed, ik ben voor meer groen in de stad. Dus je zegt, het is goed, ja. Een stad kan eigenlijk niet zonder stadspark. Denk aan, waar denken we aan? Weet ik veel, Vondelpark, New York, Central Park. Om Dordrecht maar even mee te vergelijken. Nee. Maar goed. Jelle. Ja. Korevaar. Kende jij het park al voordat je er ging exposeren? Ja, ik ken het park wel. Niet heel goed. Sowieso dat hele hoge beeld. Ik ben even kwijt van hoe die nou heet, die man. Petri. Die mooie Hans toren. Petri. Hans Petri, kijk. Hans Petri, kijk. Maar gewoon, het is... Ja, ik kom zelf uit een dorp, dus voor mij is groen sowieso belangrijk. En je wil de naam niet noemen, of wat? Oh, Hans Petri. Nee, van het dorp. Oh, ik kom zelf uit Sliedrecht. Ja, het is bijna gênant. Nee. Nee, ik kom zelf uit Sliedrecht. En nou, ik sowieso, in een stadse omgeving, denk ik dat zo'n park voor mij sowieso altijd wel een beetje ademhalen. Maar... Maar wat ik sowieso ook heel tof vind, is sowieso gecultiveerd groen. En hoe je als mens, nou ja, en natuur daarin een beetje zo samen gaat. En hoe je als mens ook een beetje natuur kan kneden. En dat vind ik ook heel grappig aan zo'n park. Ik hou zelf ook heel van aquariums en van vijvertjes en dat soort dingen. Mm-hmm. Dan heb je ook zo'n park waar elke boom als een soort van expositie ook al staat. Dus ik vind dat hele gecultiveerde, dat trekt me wel enorm. En net zoals dat... die eerste parken die natuurlijk in de, ja, wat is dat, 16, 17e eeuw ontstaan. Dat je die Engelse tuinen hebt die dan heel wild mogen zijn. En die Franse parken die dan heel strak mogen zijn. Ik weet niet, ik vind dat hele gecultiveerde verhaal vind ik zelf wel interessant. Dat is natuurlijk ook iets wat ik in mijn werk ook opzoek. Van waar mensen en waar techniek en natuur elkaar raken. Ja, nu moet je misschien even uitleggen. Want het werd net al een beetje duidelijk. Je hebt dus een installatie gemaakt, als ik het zo mag zeggen. Ja. En daar heb je dus de natuur voor nodig gehad. Ja. want je hebt eigenlijk een soort spinnenweb aangebracht. Ja, klopt. Wat vastzit aan de bomen ook. Ja. Ja, het zit... Het is eigenlijk, ik maak altijd machientjes. En in dit geval is het een klein machientje die hangt tussen een paar bomen. En die zit eigenlijk vast in een groot spinnenweb. En dat leuke van zo'n spinnenweb is dat je dat ook gelijk heel veel ruimte mee in beslag kan nemen. Dus je creëert eigenlijk gelijk een hele wereld. Maar in de bestaande wereld. En dus, doordat eigenlijk het machientje wat in die spinnenweb hangt, die brengt dat hele web aan het schudden en aan het doen. En daardoor gaan de trillingen van het web ook weer terug de natuur in. Dus de blaadjes en dingetjes. Eigenlijk als je dat web dan weer aan een paar dunne takjes vastmaakt, dan beginnen die takjes mee te dansen. En wordt dat ook in één keer een onderdeel van het beeld. En, ja, alles beweegt eigenlijk. Ja. De machine, maar ook de natuur. Ja, ja. Nee, klopt. En dat heeft ook een enorme invloed op elkaar weer. Dus als de wind hard waait, dan gaat dat web natuurlijk ook tekeer. En elke keer ziet dat web er ook weer anders uit, ook door natuur. Want dan wordt er weer eens een wat strakker aangetrokken ergens of wat losser gebogen. Of op dit moment komt het groen door het web heen. Dus dat vond ik ook erg leuk. Er zitten wat
Ik heb destijds toen met het opknopen van het web heb ik wat takjes met knopjes er doorheen laten steken. Zodat straks ook als de groen aankomt, dat dat mee begint te schudden. Oh, al bewust beeld. Ja. Okay. Ja. Ja. Het is best wel ingenieus, want het wordt dus bediend ook door zonnepanelen, zag ik. Ja, ja, ja. Ik moest iets bedenken om het inderdaad... ik wou het graag dat het autonoom was, dus dat je... Dat niet afhankelijk was van een stroompunt ergens. Dus dan dat je gewoon kan kijken van waar staat het op zijn best, zeg maar. Ja. Nou, er is ook een stroompunt ergens, toch? Ja, ja. Maar dan door de zon. Ja. Ja. Het is mooi het ziet. Ja. Anno 2021. Draadloze stroom. Ja. En hoe ben je bij deze plek gekomen waar je het werk hebt geplaatst? Heb je van tevoren het park bezocht? Ja, nou... We hebben met elkaar sowieso toen een rondje gelopen. En daar was Henk best wel een... En dan zeg ik, daar moet je daar coachende... Ja. Oh, kijk. Kuntenaar. Ik heb een gevoelig punt aangesneden. Nee hoor, normaal niet. Iedereen is vrij. Dat is alleen maar plezierig. Ja. Ik heb tegen jou toch ook gezegd van, zet hem daar maar neer. Ja, nee, dat was ook een hele mooie plek. Toen heb ik hem net ietsje... Nee, ja. Nee, maar dat was wel leuk. Want het was inderdaad... Okay, je had eigenlijk eerst toen een plek, hadden we toen bedacht, boven de vijver, toch? Ja, dat was aanvankelijk het idee, maar... Ja, dat had ook super tof geweest, want dan was het hele web was gewoon over de vijver heen gekomen. Ja. Maar er zit een beschermde uil aan de andere kant. Dus ik wou net zeggen, een jonkie, ja. Die heeft net een jonkie, dus dat was het helemaal vervelend geweest. Ja. Ja. Ja, ik sprak ook iemand en die was wel bang van, ja, de vogels hebben daar toch last van dat werk van jou? Ja, nou ja, de ene hebben er al flink op gescheten. Dus oh, die hebben er gewoon scheid aan gemaakt. Ja. Nee, op het kaakje, die is wat verkleurd geraakt door de vogelpoep. Nee, ja, ik heb inderdaad dat argument vaker gehoord. Maar ik heb nog geen dooie vogels erin gevonden. Ik zit eens te denken, in hoeverre hebben eigenlijk die zonnepanelen last van vogelpoep? Als ze nou dat hele ding van jou vol scheiden, dan doet hij het niet meer. Ja, als ze hem helemaal vol scheiden, dan doet hij het niet meer. Maar dat heb ik tot nu toe nog nooit gezien, hoor. Dat nee, hij heeft hem niet onder een boom gezet, want dat is ook onhandig. Dan heb je geen zon. Ja. Daar zit wat in. Nee, het is inderdaad... Het beeld zelf zit onder de bomen. Dus daar wordt wel op gepoept. Maar op het zonnepaneel zit gewoon open. Dus, maar het zegt tegenwoordig niks, hoor. Ja, mijn auto hoeft echt niet onder een boom te staan. En er zit er zo'n flats op de voorruit, ja. Zeker in het voorjaar. Hè? Mooi, hè, die natuur. Ja, Ivo, maar jij had het net over of we het park kennen, hè? Ja. En toen zat ik te denken, ik heb het park ook goed leren kennen toen Henk met zijn kunstenaarsgroep ook een beeldenroute had. En eigenlijk is dat toch wel leuk, want Henk is natuurlijk wel met zijn kunstkring, hè, een doorgaande lijn. De kring van beeldhouders. Qua beelden in het park. En ik denk dat het leuk is om dat toch te vertellen, want een heleboel mensen weten dat niet. Nee, want dit is eigenlijk de eerste keer dat jij het organiseert, toch? Nou, het is beeldenroute. Maar de eerste keer dat Dordrecht 800 bestaat. Ja, dat zal maar één keer zijn, denk ik. Nee, maar het is niet de eerste keer dat er een beeldtentoonstelling is daar. Nee. Nee, maar daarom denk ik... Nou, wel, 40 jaar geleden is er een tentoonstelling. Ja, 40 jaar. Was dat de eerste? Die ik mede heb georganiseerd, heette 10 kruispunten. 10 kunstenaars uit... De regio hebben allemaal, want omdat we internationaal ook nogal bezig zijn geweest en nog zijn, allemaal collega's uit het buitenland uitgenodigd. En die hebben samen een werk gemaakt. En in een andere vijver heb ik samen met een collega uit Finland iets gemaakt. Dat is wel interessant. Het boekje is er nog. Maar, boekjes zijn er nog? Ja, de boekjes zijn er nog. Oh, nee, interessant. Maar toch is dat heel mooi, want die beeldenroutes maken toch weer het verhaal van het park, hè, wat natuurlijk al heel oud is, hè. Wat vroeger bij een familie hoorde als buitengoed. Hè? Nou, op een bepaald moment door de burgers van Dordt geschonken is aan de stad. Mm-hmm. Die als een goed vader voor het park moet zorgen. En het niet moet verkwanselen wat ons betreft aan de horeca of wat dan ook. Maar het is mooi dat de kunstenaars eigenlijk nu weer terug zijn. En dat een deel die toen meegedaan heeft nu ook weer meedoet. Oh, daar zitten weer dezelfde namen tussen. Dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Maar... Jij weet het? Wat zeg je? Hoeveel dezelfde zitten er als toen? Roel en jij en Jan? Ja, en Jan Asjes. Ja. Jan Asjes had iemand uit Bulgarije. Nou, ik zal zo meteen nog even alle namen doornemen. Ja, want we konden natuurlijk niet iedereen uitnodigen. Want zoveel microfoons hebben we niet. En het is coronatijd. En redenen genoeg om het bij een selectieve groep te houden. Maar je hebt wel twee hele... Voor een buitenstaander, hè, wat ik ben, heb je wel twee... Met jou mee, 3 kunstenaars die hele mooi, verschillende werken hebben. Ja, dat is wel leuk. Ja. En dat probeer ik ook een beetje te verbeelden, dus ik denk op de radio. Dat is het werk van
van Henk, daar staan mensen die dachten eerst stapeltje blokken, stapeltje weet ik wat allemaal. En als je dan verder kijkt, maar Henk kan veel beter zelf uitleggen. Ja, dat gaat hij zo doen. Probeert te verbeelden. Nou, dat roept heel andere gesprekken om dan het enge ding wat begint te rammelen als je er langs loopt. En die Otto met die auto erop, die heeft ook weer heel andere gesprekken. Dus dat is wel het leuke, dat zo gevarieerd drie verschillende kunstenaars zitten. Bedankt Geeske, je hebt nu echt een spanningsboog gecreëerd. En dan na het volgende liedje gaat Maarten weer zingen. Van Zonder Pardon. Nou, dan krijgen we het te horen hoor. Zonder Pardon. Is weduwnaar, ik schreeuw het uit, zonder geluid, dan is alles waar. Mijn woord hier is richtingloos, het mist ziel, is hart te iel, te grof of te broos. Mag ik hier wel een vreemde zijn? Of moet altijd tevreden zijn? Mijn woord hier mist moedertong, mist vaderland, mijn broertjes hand als mijn zusje zong. Mijn woord hier sterft in verdriet, het pleegt verraad, lacht vroeg te laat en een traan hoor je niet. Maar wel een vreemde zijn, of moet ik hier altijd tevreden zijn? Mijn woord hier, een oude plaat, een diepe kras, een harde kreet die steeds overslaat, 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 overslaat. Mooi. Zonder Pardon. Live bij Via Cultura. Vanuit de Biesboschhal. Wij gaan dit gesprek weer voortzetten na de spanningsboog die Geesken Bloemendaal gecreëerd heeft over het park. De contrasten tussen de kunstenaars hier. Maar goed, we hebben nu een beeld geschept een beetje van het werk van Jelle. Dus dat moeten we nu ook doen met de twee beelden van Henk van Bennekum, die daar, zoals Geeske zei, zelf het beste over kan vertellen. Ja, wat zien we in het park? Ja, twee beelden van mij. Nou, kijk. Je weet het mooi visueel. Nou wil ik het verschil weten tussen deze twee beelden. Nou, we moeten eerst over die beelden gaan. Dat verhaal over die parken vond ik wel heel aardig. Je noemt een aantal verschillende steden. Nou, dit is dus een landschapspark. Duidelijk. Ik weet niet eens of Zogge dit gemaakt heeft, maar bijvoorbeeld Vondelpark en zo. En de park bij Kasteel Groeneveld is door Zogge gemaakt. Dus waarbij men eigenlijk in de stad geprobeerd te creëren een stukje natuur. Hè, wat een landschap voorstelt. Maar die mensen maakten een plan voor 100 jaar. En wij maken dan een dingetje voor, nou ja. Hè, dus voordat het echt zo'n park volgroeid is. En dat vind ik heel knap, want vooral ook hier het park heeft zoveel diversiteit aan bomen. En vooral het ontluiken nu met in het voorjaar. Het is gewoon heel bijzonder. De beelden die werden gelijk omzoomd door heel veel. Die veranderen elke dag. Prachtig. Het is een heel mooi park. Ja, ik kan dat beamen. Ik woon in de buurt. Nou, en dan associatie van dingen. Jullie noemen dat beeld van Jelle dan een spinnenweb. Voor mij is het geen spinnenweb. Ik kom toevallig ook van het platteland. Het is een fuik. Een ende voor, zeg maar. Ja, dat zou ook kunnen. Ja. Dus dat is het aardige. Zo kan je met mijn beelden ook alle kanten uit. Hè, dus ik ben vanuit. Nou weet ik nog niks, hè? Nee, dat hoeft toch niet? Nee, oké. Okay. Ik ben ooit opgegroeid in het Gorkumse. En je hebt daar in het Gorkumse, ja, ze noemen het de Gorkumse school, mag je dan ook niet zeggen. Maar dat zegt men dan. Ooit had ik een docent, Ad de Keizer, Ad Dekkers later. En zo Marinus Boezem, Evert Hilgeman, dat zit daar allemaal. Die maakten geometrisch abstracte dingen. Mm-hmm. En ik kom oorspronkelijk uit het schildersvak. Althans, mijn vader was ook beeldend kunstenaar, maar een typisch
landschapsschilder. Dat is heel hard. En ik kom dus uit Giessendam, hè. Dus dat is, ja, dat ligt bij Sliedrecht. Sliedrecht is natuurlijk high-tech, all over the world. En ik ben gewoon bij een heerlijk boerendorp. Ik speelde in de polder. En die lange lijnen van die polder en dat geometrische beviel me gewoon. En daar ben ik dus mee doorgegaan. Aanvankelijk schilderde ik. Mijn vader werd ziek. Die maakte ook beelden. Dus ik maakte zijn beelden op een gegeven moment. Oh, zo gaat dat dan. Ja, zo gaan dingen in elkaar over. En ja, ik werd... daarna kwam ik in de vakvereniging... de Nederlandse Kring van Beeldhouwers terecht. En dat was dus eigenlijk door Lucien in het Amsterdamse. We waren daar, Lucien den Arend, die Lucien ook meedoet. Ja, ja, die doet ook mee. En ja, dan kom je in een heel andere wereld, Amsterdam. Maar ja... functioneren een aantal commissies. Op een gegeven moment hebben we de hele landelijke kring overgenomen. En zijn toen als club mede beginners in parken te exposeren. Kasteel Groeneveld en nog een aantal dingen in kampen, overal heen. Ja, 2 jaar geleden was er natuurlijk ook een soort van overzicht. Nou ja, 40 jaar. Dat was eigenlijk het clubje wat dus... deels Amsterdam overnam en hier. Maar, het is een klein park, hè, de museumtuin. Ja. Zo kan je het ook zien. Ja, zo kan je het zien. Ja, dat hebben we ook. Ja, ze hadden ook een deel expositie. Nou ja, en mijn beelden zijn door de tijd een beetje gegroeid of anders geworden. Eerst moest het allemaal gelikt en strak en weet ik veel allemaal. Dat moest heel precies zo minimaal mogelijk. Twee dingen, ja, er moeten er 2 dingen zijn. Dan mag je niet zien hoe het aan elkaar zit enzovoort. Nou, laatst dan wordt dat natuurlijk wat luchter. Want je gaat op een andere manier kijken naar materialen. En wat ik ook vertelde, het beeld in het park is eigenlijk ook... gewoon recyclingmateriaal van een groot snijbedrijf. Het is gemaakt van 15 centimeter dik staal. En daar hebben ze vormen uitgehaald, waarschijnlijk voor een schip of weet ik veel. Maar die restjes lagen daar in die bak. En daar heb ik het beeld van gebouwd. En het is een ruimtelijke sculptuur. Het kan alles zijn. Het kan een molecuulstructuur zijn, wat heb ik allemaal genoemd. Het zou een ruimteschip kunnen zijn. Maar het primaire is dat het tastbaar is. Je kunt het materiaal voelen, je kunt het zien. En ruimtelijk levert het steeds een ander perspectief op. Ja, dat is het eigenlijk. En ja, wat ik duidelijk ook zei, het stelt niks voor. Ga zij vragen, wat verbeeld je daarmee? Ik zeg, het stelt niks voor. Alleen zichzelf, en dat mag je zelf bedenken. Ja. Het is in ieder geval geen spinnenweb, toch? Het is in ieder geval geen spinnenweb. Nee. Sommigen zeggen een blokkendoos. Nee, een spinnenweb zit uitgerekte dingen in. En dit is gewoon echt een heldere structuur die je aan alle kanten moet beleven. Dan zit je altijd met formaten. Eigenlijk is het beeld moet nog 5 keer zo groot. Maar ja, oké, dat is jammer voor de bomen. Dus, maar het is nu de maat van kindvriendelijk. De beste keer toen ik het had staan en ik liep terug, zat er een Marokkaanse vrouw met 3 kindjes. Die zaten er leuk op. Ik denk, oh, prachtig. Heel sociaal. En dat is het aardige van een park. Cool. Er komt niet alleen het museumpubliek. Nee, dat is waar. En meestal, als je dan ergens komt, van wat moet dat hier? Maar het hele gekke, hier de buurtcomité heeft iedereen gemasseerd in de omgeving. En iedereen vindt, god, wat leuk. Ja, ja, leuke reacties. Dat ja, maar dat vind ik ook juist. En dat is ook het interessante natuurlijk, hè, dat er geen museumpubliek komt. Want, ja, nee, dat was want dan praat je met mensen, want ik heb natuurlijk een aantal ook opdrachten situaties meegemaakt. Waarbij je met schoolbesturen en zo eindeloos onderhandelen wat er moet komen. Tegenwoordig moet er ook nog weer meegewerkt worden en moet meegedacht worden. Maar toen maakte je gewoon autonome dingen en dat kwam er. Andere tijden. En dan had je een klankbordgroep. Ik heb in Gorkum 2 jaar bezig met een klankbordgroep geweest. Of de beeld er moest zijn. En hun moesten de kleur nog bepalen. Maar uiteindelijk heb ik het maar zelf gedaan. Dus ja. Maar wel heel sociaal. Maar dan zijn echt mensen extreem tegen. Nou ja, oké, jammer dan. Maar volgens mij is dat wel... Dat is echt van nu, toch? Die inspraak van de burger. Van de burger, nou, wat ook prima. Met kunst in openbare ruimte is... Het is nooit goed. Je vindt nooit een harmonie... waar alle inwoners zich in kunnen vinden. We hebben zo'n Willem van Oranje met van die... Hè? Ja. Daar werd heel gevarieerd over gedacht. Dat kon je ook kiezen uit 5 voorbeelden. 5 ontwerpen en... Nou, er werd heel verschillend voor gestemd. Dus maar ja, daar zit nog een historisch iets achter natuurlijk. Hè? Of maar dan iemand er vrede mee heeft dat er een beeld komt van...
Maar, ja, dus, natuurlijk. Maar met kunst in de openbare ruimte, dat moet natuurlijk aan zoveel dingen voldoen, dat ja. daarin zeg maar ook vaak de kunst natuurlijk al wel een beetje soms verloren gaat. Tussen. Misschien is dat heel grof gezegd. Nee, ja, maar misschien. Ik vind het wel. En dat is natuurlijk de schoonheid nu van eigenlijk dat dit een tijdelijke expositie is. Dat je gewoon zo gek kan maken als je wil. Dat een scherp randje of een dingetje niet vervelend is. En dat is natuurlijk ook voor mezelf eigenlijk dat beeld wat ik heb staan is ook één groot sociaal experiment. Van laten mensen het staan. Valt mee, hè? Mensen. Ja, valt mee. Ja, ik had vertrouwen in de mensen. En de mensen die heeft mij beloond. Ik ben helemaal blij. Ik heb een goede band met het park. Ja. Ik ben helemaal gelukkig. Nee, maar dat is toch tof. Ik bedoel dat je dat gewoon kan proberen. En dat je gewoon kan kijken van, hey, we doen het gewoon. Fuck it. En dat vind ik echt juist heel tof hieraan of zo. Dat het wel die feel heeft van kunst in de openbare ruimte. Het is ook letterlijk kunst in de openbare ruimte. Maar door zijn tijdelijke karakter kun je dingen proberen die je anders nooit geprobeerd had. Ja. Want je maakt meestal eigenlijk werk voor binnen? Ja, over het algemeen wel. Ja, dat is nu een beetje aan het shiften. Maar dat is een beetje van de laatste tijd. Maar dat kwam omdat binnen gesloten was vanwege corona misschien? Ja, misschien wel. Ja, nou, dat kan best mee te maken hebben natuurlijk. Maar dat, het is ook een beetje... ik moet wel zeggen, dit was een van mijn weinige buitenwerken. Maar Park Merwestein heeft me wel even overnieuw laten nadenken. Ook van, volgens mij kan er veel meer dan dat er lijkt. Proberen. En het is eigenlijk veel interessanter wat een beeld buiten een museale ruimte doet dan wat het daarbinnen doet. Juist om verlost te zijn van een bepaald... Dus verlost, klinkt ook weer zo zwaar. Juist om even verlost te zijn van een bepaald groepje mensen waarvan je weet van die waarderen het toch wel. Ja. En juist ook ja gewoon echt met je poot in de klei of zo. Ik weet niet, ik vind het heel prettig. En zou je ook kunnen sluiten bij de kring van beeldhouwers? Of, Tuurlijk kan dat. Iedereen kan, maar dat is alleen zwaar geselecteerd. Nee, zwaar geselecteerd? Nee. Dat is de norm, nee. Henk? Nee, wat is, wat is de gemiddelde... een beetje een rare uiting. Eigenlijk is op dit moment zijn alle vakverenigingen van kunstenaars tanende. Die sterven uit. Op een of andere manier is door de huidige manier van communiceren... Kijk, vroeger belde je of een faxje was al nieuw... En je had vergaderingen. Maar tegenwoordig communiceert alles via alle appjes heen en weer. Dat heb je niet meer. En die verenigingen waren dan ook nogal sociaal. Daar had je een binding mee. Er is er nog één, de Bok, die dat nog wel heeft gelukkig. Ja. Maar voor de rest waren het vaak expositieverenigingen. We hadden in Amsterdam had je de... eens kijken hoor, de Verenigde, hoe heet dat joh? Dat heeft een mooie naam, kom ik zo wel op. Maar er waren 5 of 6 expositieverenigingen. Dus clubs, schilderclubs, beeldhouwsclubs, die dan, en daar had meneer Sandberg ooit nog voor gezorgd. Artie? Nee, Artie is er nog. Maar meneer Sandberg, die had geregeld dat er een apart paviljoen kwam bij het Stedelijk Museum. En dan mogen ombeurten de expositieverenigingen in. En dit jaar hebben wij daar ook geëxposeerd. En toen bij meneer Beren of zo is de bom daar weggegooid. En toen moest het natuurlijk weer nieuw en vernieuwen. Ja, prima. Maar er was nooit, daardoor was er geen platform voor jonge kunstenaars die via een vereniging verder wilden. Maar dat vind ik heel interessant wat je zegt. Want dat vind ik ook het leuke van deze expositie, dat jong en oud bij elkaar gegooid wordt. Want volgens mij... Zijn dat best nog wel eens 2 losse wereldjes, ja. Eigenlijk? Want als je ook gewoon, bijvoorbeeld als je op de Witte in Rotterdam kijkt... Er zitten heel veel initiatieven voor jonge kunstenaars. Automatisch zie je daar heel veel jonge gasten. En je hebt ook weer andere groepjes waar je dan de oudere kunstenaars ziet. En op de een of andere manier lijkt wel een soort kloof of zo erheen te lopen. Dat is natuurlijk ook iets waar we nu bij Pictura ook een beetje naar zoeken van... Daar is natuurlijk ook het overgrote gedeelte wat ouder. En ja, wat wel goed is dat de tentoonstellingscommissie inmiddels aardig verjongd is. Ja, behoorlijk. Nee, en dat begint nu flink te verjongen. Maar dat is natuurlijk ook interessant. Dat als je daarnaar zoekt, volgens mij ben je daar juist nu een soort van uniek in. Dat je die verbinding daarin zoekt. En ik vind die verbinding juist eigenlijk reet interessant. Omdat je... Het valt natuurlijk voor jonge kunstenaars zat te leren van... Ja, maar het is ook heel lastig in deze tijd om iets te doen. Ik weet niet.
Wij hadden de gezegende tijd van de BKR, waar ik nooit heb ingezeten. Ja. Dordrecht had een aanzuigende werking voor BKR's, want omdat hier toch een soort draai gevonden was vanuit de ambtelijke wereld. Ik zal geen namen noemen. Dat er eigenlijk gestimuleerd werd om hier te komen. En dat was natuurlijk heel riant. Want je kon doorwerken, je leverde werk en het brood was op de plank. Nou. En ja, er is op een gegeven moment door mijn plaatsgenoot Elko Brinkman afgeschaft. En ja, zo gaan dingen. Dingen veranderen en er zijn er weer nieuwe mogelijkheden. Maar ja. Ja, de oude club zoals De Zak, ik ben er nu opgekomen, samenwerkende Amsterdamse kunstenaarsverenigingen, hadden wel, zeker in het Amsterdamse, naast alle galeries, heel veel ruimte. En toen waren er ook verzamelaars die van alles deden. En ja, wat er nu toch altijd via de galeries en zo naar musea gaat, dat hangt er maar een beetje vanaf of je een goede PR hebt op dit moment. Of, ja, je moet natuurlijk wel goede dingen maken, maar PR is ook heel belangrijk. Je hebt een manager nodig. Het is nu gewoon business. Tenminste, dat... Ja, daar lijkt het op, maar weet je, daar ben je niet bezig als je dingen maakt. Je maakt toch geen dingen op bestelling. Of het moet een duidelijke vraag zijn, maar voor de rest ben je gewoon je eigen ding. Ik wil hier zo even op verder gaan, Henk. Dit is wel interessant. Sorry. Ja, nee. dingen op bestelling. Nou, ik kijk hier naast me. Dingen op bestelling. Ik ben benieuwd naar het derde liedje van Zonder Pardon. Heb jij een antwoord? Dan kan het zijn dat de wind nog liggen gaat. Geef mij je antwoord dan, is het nu in de storm nog niet te laat? Ken jij die strandpaal nog? We waren net 19. Het kampvuur nog, onze hartslag misschien. We dromen van dat alles kan in de toekomst die we zien. Toen jij geen vragen dan, is het waar dat het vuur is uitgegaan? Blijf jij daar zitten dan, ga je weg, zie je mij hier nog wel staan? Ken jij die strandpaal nog? We waren net 19. Misschien, we dromen van dat alles kan in de toekomst die we zien. Doen. Ik zie weer stralen. Dag in de zomer, de wind speelt met je haren en de zon knijpt in je billen. En op dat rood-oranje laken doen we wat we willen en de meeuwen schreeuwen. En de golven beuken en twee harten bonken. Door en door en door en door op het feest van het leven, zonder vragen. Ken jij die strandpaal?
kunnen nog onze hartslag misschien. We dromen van dat alles kan in de toekomst die we zien. Toen mooi. Zonder pardon. Doe is het maar. In de tweede uur straks van Via Cultura nog drie liedjes van deze heren. Wij hebben het in deze uitzending over het Merwesteinpark, want daar is de beeldende tentoonstelling. Stad in beeld, beeld in park. Ik ga gewoon even de namen van de kunstenaars noemen, want dat had ik eigenlijk nog niet gedaan, behalve dan die nu te gast zijn. Daar zijn beelden te zien van Lucien den Arend, Jan Asjes van Dijk, Henk van Bennekum dus. Maria Glandorf, Jelle Korevaar, Erik Sepp, Marie Thewe, Roel Thewe, Jan Timmer, Challing Visser en van Ivo van der Vat. Nou, dat is toevallig. Je vergeet er een, Ivo. Vergeet ik er nou nog een? De allerbelangrijkste. Is dat een oude lijst zeker? Nee. Dat is de beeldboom. Dat is de boom die vorig jaar geplant is namens de buren. Zo. Nou. Die blijft. Die blijft, hè? Die blijft. Die beelden die kunnen weg. Nou ja. Die zijn te koop. Zeg ik alvast. Toch? Er zijn steeds meer mensen die vragen of die vinden dat de beelden zo passen in het park. Ja. Blijven ze niet staan. Dus ik heb toevallig eergisteren een mailtje naar iemand gestuurd. Geen wethouder. Iemand die met parkbeheer te maken heeft. Ik denk dat de tentoonstelling wordt verlengd. Maar. En gezegd van, is er niet iets in de parken voor de parken in Dordt dat een deel of dit soort beelden een plek zouden kunnen krijgen. Dus die moet het weer met zijn baas overleggen. Wordt vervolgd. Maar weet je moet altijd een steentje in het water gooien voordat het uitrolt. Ja, want daar had je het niet over, je noemde de namen op, sorry. In principe is de beelden tentoonstelling tot 1 oktober. Tot en met september, dus ja, gewoon precies. Tot 1 oktober, want we eindigen 1 oktober met een avond in Kunstmin, waar we het gaan hebben over kunst in openbare ruimte, over de historie van het park. Kijk. Over waarom groen zo belangrijk is in een stad. Eigenlijk een beetje dezelfde vragen die ik heb nu. Ja, maar je wist al dat die avond kwam. Je wilde graag dat ja, dat wist ik. Nou ja, 1 oktober is nog ver weg. En gelukkig maar, want ik hoop dat de omstandigheden dan beter zijn. Want sommige dingen konden niet doorgaan, toch? Nee. De opening kon niet doorgaan. Hè? Dan waren we met te veel mensen bij elkaar. Ja. Want wij dachten, het is leuk als de jonkies en de oudjes. Ja, sorry hoor. Maar zo hebben wij ze dan ook. Ja, maar de oudjes worden ook weer jong, hoor. Ja. Henk en ik schelen 3 maanden, dus. Okay. De oudjes, ja. Nee, maar dat die kunstenaars in de beginfase elkaar ontmoeten. Hè, we dachten, dan doen we iets met een borrel en zo. En ja. Dat je ook die interactie tussen de verschillende kunstenaars. Ja, die borrel heb ik gemist. Huh? Dat was jammer. Henk heel gemist. De borrel was thuis, ja. Ja, we hebben Martin een examen gedaan. Ja, zie je. Nee, maar goed, dus toen hebben we een videofilmpje gemaakt. Toen hadden we bedacht, we gaan rondleidingen doen. Die mogen we nu ook niet doen tot 1 juli. Piet Sleking heeft wel de tentoonstelling geopend. Piet Sleking heeft wel meegewerkt. Die is extra gekomen. Kinderburgemeester heeft geopend. Maar het was allemaal op afstand. Hè? Maar alleen maar dat was fijn dat er was. En nu is er door de COVID mogen we geen rondleiding doen. En ik had toevallig gelezen dat er landelijk een regeling komt voor kunstenaars, ZP-kunstenaars, met kleine potjes. En we hebben een ambtenaar cultuur, Simone Beunke. En ik had toevallig op haar Facebook gereageerd en ja, die belde 's avonds op. Nou zo, en nu hebben we een heel klein bedragje om aan alle kunstenaars te vragen een 2-minuten filmpje te maken. Daar maken we een QR-code van. Dus in plaats van de rondleidingen tot 1 juli kun je, als het klaar is volgende week en als dat allemaal lukt, via een QR-code ergens volgende week horen wat Henk over zijn werk vertelt. Want waar komt die QR-code dan? Ja, op de tegels. Bij alle kunstwerken komt er dan bij, gewoon. Ligt een tegel. Ja. Een tegel waar kort samengevat op staat naam van de kunstenaar en iets over het werk. En daaronder is een balkje en daar komt dan zo'n QR-code. Dus je moet wel door de knieën. Maar dat geeft niet. Ik ben wel benieuwd
Ja, hoeveel mensen daar nog gebruik van maken. Ik vind het wel leuk, want je zegt QR-code. Ik heb toevallig ook een beeld gemaakt in de voortuin van het Insula College. En ik weet nog wel, toen zouden we dat... een betonnen beeld, maar dat zouden mozaïeken. En toen had ik bedacht om daar een hele grote QR-code van de school dus achterop te doen. En toen zei die directeur, die zei... Nou, laten we dat maar niet doen, want die QR-code, dat is toch iets tijdelijks, denk ik. Maar in hoeverre is de QR-code nog actueel? Ik weet een groep dames die het gaat gebruiken. Die gaan niet met z'n allen, maar die gaan nu in groepjes van twee door het park. En die wachten even tot het klaar is. En dan hebben ze toch informatie over de beeldhouwer en over het werk. Ja, volgens mij werkt het. Ik denk, lang leven de QR-code. De QR-code echt een slow start gehad. Want echt heel lang, dan moest je een apart appje ervoor hebben en weet ik wat allemaal. En dat ding werd bijna nooit gebruikt. Maar nu, volgens mij zien we hem nu juist overal oppoppen. Ja, je kan gewoon met je camera zelfs, toch? Van je telefoon. Je kunt nu gewoon met de camera van je telefoon ook een QR-code scannen. Dus dat... Ja, er is inderdaad die aanloopperiode, dat kan ik onderkennen. Want we hebben Beeldpark Drechthoevers, waar ik ook nog actief ben als bestuurlid. Hebben dat een aantal jaren gedaan, maar ja... Als het beeld langer staat, dan verschiet die sticker. En dat zijn de technische problemen. Dus ja, dan moet het een ik hoop alleen dat ze die sticker niet op die beelden gaan plakken. Dan vind ik het goed. En dan wordt het een extra tegeltje. Ja, want er is ook een tegel volgens mij in het park. Met de QR-code van het park, weet ik toevallig. Ah. Er is een bomenroute. Ja, Dordrecht Museum heeft een expositie over bomen. Samen met de Bomenstichting, die 50 jaar bestaat. En die hebben een oude bomenroute door Dordrecht uitgezet. En die hebben een QR-code. En daar staan ook twee bomen van in het park. Ja, klopt. En je hebt ook van die digitale speurtochten en zo met QR-codes nu. Ja. En al je bankzaken gaan nu via QR-code. En Spotify delen gaat De QR-code is blijven. De QR-code is hot op dit moment. En mijn kleinzoon had een keer een verjaardagsfeestje met een QR-code. Kijk aan. Hij is 9. Volgens mij is het eerste uur alweer afgelopen van Via Cultura. Ja, we gaan er even uit voor het nieuws. Blijf luisteren naar Via Cultura, via Papendrecht FM.